Martijn Makkinga, hier zijn we weer. Zaterdag, 18 april is het. Ruigenrode, toch? Ja, Ruigenrode. En je bent hier aangekomen met je groep, neem ik aan? Ja, het WeChamp Demi Brigade de Bataille is ook gearriveerd. Ja, en ik begreep dat de gemeente, of in ieder geval Almelo, jullie met open armen heeft ontvangen. Ook getuigen een cadeautje die jij hebt ontvangen gisteren. Ja, namens het bestuur hebben we de Almelo-speld ontvangen. Dus voor het festival wat we hebben opgezet. Dus dat is een mooie erkenning. Mm-hmm. Dus Almelo is helemaal voor, ook voor de Fransen. Want jij bent van Franse signatuur. Toevallig wel, ja. Toevallig wel. Maar wat staat er te gebeuren? Want 2 jaar geleden, ja, om eerlijk te zijn, werden de Fransen hier eigenlijk met de broek naar beneden weggejaagd. Ja, dat klopt. Je ziet gewoon de geschiedenis herhaalt zich. Want de Fransen hebben in 1813 en 2013 hebben de Fransen uiteindelijk ook verloren. Mm-hmm. Die weten wat er gebeurd is. Napoleon is verbannen naar Elba. Ja. En we zijn nu 2 jaar later. Napoleon is teruggekeerd. Je weet de 100 dagen. Hij greep de macht, bouwde weer een leger op. En alle Europese vorstenhuizen bouwden een leger op en stuurden die legers naar Napoleon. En dat gaat hier gebeuren. En het was één grote zegentocht vanuit Frankrijk naar hier weer terug? Ja, zeker. Historisch correct. Exact 200 jaar geleden. En Napoleon was in Parijs en trok noordwaarts. Oké. Dus Napoleon is hier? Is hier en hier gaat nu de definitieve slag plaatsvinden. De iconische slag komt eraan. Ja. Zeg maar, wet kan wedijveren met alle andere slagen die er zijn geweest. Ja, dit wordt nog groter dan wat we eerder hebben gezien. Ja, maar 2 jaar geleden was jij in ieder geval, dacht ik, ernstig gewond geraakt. Dat klopt. Ik ben heel zwaar gewond geraakt, maar gelukkig door... Ze moesten jou wegslepen van het slagveld. Dat klopt. Je wilde door, maar... Ja, het lukte niet meer. Ik was inderdaad, het was net een kwestie van, ja, moet het been geamputeerd worden of niet? Gelukkig hoefde dat niet te gebeuren, maar ik heb wel 1,5 jaar in een veldhospitaal geleefd. Maar ben ik goed verzorgd. Ja, en ik ben mooie vrouwen natuurlijk. Ja, er zijn hele mooie dames geweest, goede verpleegsters die mij goed hebben verzorgd. Helemaal opgelapt. Ja, ik ben weer opgelapt voor de strijd. En het is tijd voor de revanche, begrijp ik? Ja, ik ben klaar voor, want die verrekte galeeren gaan we nu echt aanpakken. De Fransen zijn hier om te blijven. Ja, wij gaan, ja, dit is, Ruigenrode is heel belangrijk als knooppunt voor weg- en waterwegen, zoals je weet. Ja. Dus we gaan alles op alles zetten om dit te behouden voor de keizer. Martijn Makkinga, ik wens jou heel veel succes daarmee. Dankjewel. En veel plezier met deze mooie dag. Ja?